Met dit fraaie doelpunt besluit Paul Kwasten zijn laatste training bij Almere City FC. Na drie mooie jaren gaat de 32-jarige verdediger onze club verlaten. We vroegen hem hoe hij terugkijkt op zijn periode in Almeerse dienst. Ja, ik heb hier een hele mooie tijd gehad, drie mooie jaren. Ik denk ook qua succes voor de club drie mooie jaren. Drie keer de play-offs gehaald. Ja, mijn eerste twee jaar die gingen natuurlijk fantastisch. Ik kwam uit een blessure terug van drie jaar dat ik niet gevoetbald heb. En Fred Grim die me bij de club heeft gehaald. En ja, uit de dood kwam ik weer naar boven. En ja, heb ik toch nog drie jaar kunnen profvoetballen. En ja, gewoon drie hele leuke jaren gehad. Veel vrienden gemaakt hier. En ja, jammer dat ik nu wegga, maar ja, kijken naar een nieuwe stap in mijn carrière. Je hebt 80 competitiewedstrijden gespeeld hier voor Almere City. Ja, dat is een mooi aantal, denk ik, hè? Ja, dat is een mooi aantal. Ik had het liefst 100 gehaald, maar ja, dat zit er niet in. Maar 80 is ook mooi, denk ik. Het afgelopen jaar hebben jullie wederom de 8e plaats veiliggesteld. Je hebt het puntenrecord verbroken. Maar in de play-offs was Helmond het eindstation in de eerste ronde. Ging het seizoen voor jouw gevoel dan een beetje als een nachtkaars uit? Ja, natuurlijk wel. Je hebt denk ik gewoon een heel goed seizoen gedraaid. Alleen aan het einde van het seizoen laat je gewoon hele belangrijke punten liggen. Anders sla je de eerste ronde van de play-offs over en sta je al in de halve finale. En dan kom je beter voor de dag. En dan speel je toch die play-off wedstrijd tegen een Eredivisie kandidaat. En dat zijn de hele mooie wedstrijden waar je het voor doet. En dat is dit jaar dan niet gebeurd. Dus dat is dan wel een kater, ja. Wat is voor jezelf je ambitie? Wil je wel verder in het profvoetbal? In principe wil ik wel verder in het profvoetbal, inderdaad. Ik ben met een aantal clubs in contact. En ik moet kijken waar mijn ambitie het beste tot zijn recht komt. Ja, er is nog niks concreet op dit moment? Op zich niet. Ik moet even kijken. Er lopen wel een aantal aanbiedingen, maar ik moet even kijken wat ik nog ga doen. Nu ben je bij de supporters altijd erg geliefd geweest. Is er nog iets wat je tegen hun wil zeggen? Ja, natuurlijk wil ik alle supporters gewoon hartstikke erg bedanken voor hun steun. Ik hoorde laatst ook een nummer over de Dino Show of zo. Dus ik denk aan de supporters heeft het dit jaar echt niet gelegen. Je ziet ook in de afgelopen drie jaar dat het alleen maar groeit, het enthousiasme op de tribunes. En dat is gewoon hartstikke mooi om te zien. En ik kom zelf uit Almere. Dus daar mogen we best trots op zijn en hopen dat het alleen maar door blijft groeien. Is het echt een beetje jouw club geworden? Dat denk ik wel. Ik heb ook, wat ik zeg, heel veel aan Almere te danken dat ze mij die kans hier hebben gegeven om na drie jaar blessureleed om toch weer een contract te verdienen als profvoetballer. En daar ben ik de club nog steeds hartstikke dankbaar voor. We willen jou ook hartstikke bedanken voor drie hele mooie jaren en heel veel succes met wat er nu komen gaat. Ja, dankjewel. En we zien elkaar vast nog wel een keer. Dankjewel, Paul. Een heerlijke sfeer in het Janmaarstadion rondom de halve finale van de KNVB Jeugdcup tussen Almere City onder 15 en AZ onder 15. De Almeerse equipe hoopte dinsdagavond door te dringen tot de finale van het bekertoernooi en kwam door een doelpunt van Noël Hendricks ook op een 1-0 voorsprong. Uiteindelijk moest de ploeg echter toch met 1-2 zijn meerdere herkennen in de opponent uit Alkmaar. Enigszins teleurgesteld dropen de spelers na het laatste fluitsignaal dan ook af. Maar bovenal zijn ze trots. Trots op een fraaie en bijzonder bekeravontuur. Tot zover deze aflevering van Almere City TV. Voor de spelers is het nu vakantie en wij sluiten deze aflevering af met het laatste trainingsdoelpunt van dit seizoen. En dat kwam op naam van onze spits Sven Braken.